Hallo, 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 dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Lego The Hobbit. Je kijkt naar deze serie omdat je dit een leuke serie vindt. En hij is ook ontzettend gaaf, want we zitten nu eindelijk bij Smaug, de draak. De gemene draak, die we natuurlijk uit de films kennen. En ik vernietig eigenlijk heel erg sneaky zijn kistjes. We zijn aan het sluipen samen met die oude andere gozer. Ik weet even zijn naam weer niet, want ik ben heel slecht met de namen. En vooral van die, al die dwergen, Oberle, Doberle, Duberle, weet ik veel allemaal. Maar die draak, dat hij mij niet ziet, is een beetje vreemd nu. En zelfs dingen in de... Oh, kijk nou jongens. Oh jee, ik denk dat ik moet uitkijken voor zijn blik. Oh! Oh! Oké. Gaaf gedaan, jongens. Echt heel erg gaaf gedaan. Wat een game. Fantastisch. Ja, ik wist al dat dit sowieso een van mijn favoriete levels ging worden. Omdat ik gewoon... Ja, wist dat het gewoon heel vet is. Ik denk dat we deze wapen moeten gebruiken om dit te verslaan. Inderdaad, want... Hij is een sterke dwerg. Gebruik dat wapen. Nou, er komt een object uit en die hebben we waarschijnlijk nodig. Juist. En vernietigen dit standbeeld. Bam! Zo, en dat ding blijft er gewoon liggen. Oh, kunnen we dat niet slopen? Nee, dat kan niet slopen. Dat blijft er gewoon liggen, maar dan kunnen we wel passeren. En dat is denk ik het belangrijkste. Ik vernietig even dit voor de muntjes. Hier liggen genoeg munten, ik weet het. Maar deze munten zijn noppen die we kunnen oppakken. Die andere gouden munten hebben we niks aan. Do you think flattery will keep you alive? No, no. No, indeed. Zo! Jeetje, jongens. Wat een fantastisch level dit. Echt bizar gedaan. Ik wist, ik kon al gewoon ruiken dat dit gewoon een echt... Dit level zou episch worden. En ik zit me echt met volle grote ogen te kijken hoe ze dit hebben gedaan in zo'n spel. Fantastisch. In een simpel Lego spelletje doen ze dit gewoon, weet je. Ze kunnen gewoon parodies, of nou niet echt parodies, ze maken een soort van parodies op de films, maar ze kloppen ook nog 100%. Nou, we klimmen naar boven en je hoort allemaal toespraken uit de film. Stukjes tekst uit de film, wat hij vertelt, hoor je dus terug in, ja, in de teksten in het spel. En hij is aan het praten met de draak, natuurlijk. Oh, daar hoort een sleutel in, zie ik nu. Misschien kunnen we die sleutel ergens vinden hier in een van die kistjes. Nou, hier zit geen sleutel in. Moet ik hier naartoe, jongens? Misschien moeten we teamwerken. Nee, ik moet wel bouwen, zie ik. Oh! Zo, daar gaan we. Oké, okay, ik laat het hele pilaatje, ik denk het pilaatje ontploffen of laten vallen. Oh! Go on. Barrel rider. Now that is interesting. Oké, okay, cool. Hij probeert een soort tijd te rekken met de draak. En wat je net zag was de Arkenstone, het object waar ik naar verlang, wat we moeten zoeken. Ik als hobbit moet dat object pakken en weghalen hier uit die grot. Dat is mijn doel. Het zou fijn zijn als ik ook de draak kon verslaan, maar dat is denk ik iets meer moeite. Pak de pijl en boog op. Huppakee. Oh, niet vallen hier naar beneden. Oh, die hobbit viel, maar daar kom ik aan het zien. You are mistaken. Smaug, chiefest and greatest of calamities. You have nice manners for a thief and a liar. Wow. Gaaf, jongens. So concealed that filthy dwarfish usurper. Whoa! He sent you in here for the Arkenstone, didn't he? Hij weet dat wij die Arkenstone moeten pakken hier. Hij weet het gewoon, hij voelt het gewoon. Hij is helemaal niet stom, die draak. En
Ik vind die stem ook echt ontzettend gaaf gedaan die dat heeft ingesproken. Oh! No. I don't know what you're talking about. I think our little game ends here. Oh shit. Oh, daar gaat de Arke snel, jongens. Ik pak even de minkjes op, want ik heb het gevoel dat we dat kunnen besparen natuurlijk. En ja, het is sowieso slim dat de makers van de game ervoor hebben gekozen dat je eigenlijk altijd een level 2 keer moet spelen, wil je hem helemaal 100% halen, de game. Dat hebben ze echt fantastisch gedaan, want zo ga je een level nog een keer spelen, maar dan ga je ook de nieuwe dingetjes vinden in de game, zeg maar. Nieuwe dingetjes in het level. Nieuwe gangen. Secrets. Tony, thief. How do you choose to die? My teeth are swords. My claws are spears. My wings are a hurricane. So it is true. The Black Arrow found its mark. What did you say? I was just saying, your reputation precedes you. Oh, Smaug, the tyrannical. Truly, you have no equal on this earth. The Arkenstone. Did you find it? The plan's not gonna work. These furnaces are stone cold. We've no fire hot enough to set them ablaze. Have we not? I did not look to see you so easily outwitted! You have grown slow and fat in your dotage. Okay. Slug. Slug? Take cover! Go! Zolang je maar weer kan eten, hoor. Get those bellows working! Go! Oké, dit hebben ze best wel gaaf gedaan, hoor. Ze hebben het echt heel gaaf gedaan. Een beetje te snel. Want in de game... sommige stukjes gaan in de game heel snel voorbij. En sommige stukjes gaan duren heel lang, terwijl het heel kort is in de film. En ja, ik vind dat toch wel soms positief en soms negatief. En ik denk niet dat je dit langer had moeten uitrekken, denk ik. Ik denk dat als je het uitrekt, dat het dan weer heel eentonig kan worden. Ja, dat ding wou ik kapot maken, jongens. Je zag het goed. Oké, met hem kan ik wisselen, want hij kan dat ding slaan. En er komen allemaal zooi uit. Kunnen we dit nog even kapot maken, jongens? Huppakee, kijk al die munten, jongen. Ik word nog eens rijk hier. Een rijke broeder, hè? Oké, we kunnen iets bouwen met die objectjes. Wat gaan wij bouwen? Toch niet weer een plaat om wel je wilt. Oh. Ja, is het weer zover? Moeten we weer onze objectjes gaan verspillen? Ik weet het niet. Ik weet niet wat het voor iets is. Maar ja, ik kan er nog niet zoveel mee. Hier sloop ik nog wat dingetjes. Kunnen we daarheen? Nee, daar kunnen we ook niet heen. Even zoeken. We kunnen daarboven. Kunnen we hier wat doen? Nee, kunnen we met hem? Hij heeft ook wat in zijn hand. Oh, kijk. Oh, ik speel nou helemaal niet Bilbo, joh. Hij dacht dat. Ik heb het gevoel dat we hier wat gaan bouwen. Is dat zo? Ja, zeker weten. We gaan weer wat bouwen, jongens. En de vraag is, hebben wij genoeg objecten van hout? Weet ik het wel. Dat halen we zeker wel. Even kijken, we hebben 192 planken. Nou, als we daar geen planken kort van krijgen, weet ik het ook niet. En natuurlijk 19 stukjes touw.
En daarmee gaan we wat bouwen. Ik ben benieuwd wat we gaan bouwen dit keer. We hebben nodig een klein kopstukje. En daarop komt weer dat stukje. En dan gaan we verder mee bouwen. Het wordt een soort van... Ik weet het niet. Oh, zo'n ding dat je kan smeden. Zo'n smid, wat zo'n smid gebruikt om zijn te verwarmen of zo. Ja, ik weet mijn god niet hoe zo'n ding heet. Excuus mensen dat ik dat niet weet. Geen benul van hoe dat heet. Maar het is een soort van een pompje. Ja, een soort van... Het is net nog net geen fietspomp uit de jaren 80 eigenlijk. Oké, wat kunnen we verder bouwen nog eraan? We moeten nog... Oh, wat dan... Het zijn best wel pittige dingetjes, voorwerpen die we nodig hebben. Zo, en deze. Maar ik doe het allemaal op een gemakje. Dan weet ik zeker dat het gaat lukken. En kijk eens, we hebben hem als het goed is afgebouwd. Ja, oké, daar is onze grote pomp. En ik heb 10 gamer points voor Master Builder. Ik ga gelijk kijken wat dit inhoudt. Ik vind het altijd leuk om even te kijken. Obtain 150.000 studs from instructing build bonuses. Nou, dat is mooi, want volgens mij is dit een van de laatste levels. Oh jee. Bomba! Oh, nice. Hier gaat wat gebeuren, jongens. Kijk eens, het lava gaat smelten. Wat erin zit. De machines werken weer. Uh-oh. Oké, dit is minder. Ik hoop niet dat we tegen de draak moeten strijden. Ja, dat zal waarschijnlijk wel goed moeten, hè. Oh, shit. Even objectjes voor jouw muntjes verzamelen, jongens. Remember? Dus ik ga heel eventjes kijken of we hier nog wat muntjes hebben. We zitten op de helft. Van de noppen. En waarom gewoon random een minikit daar? Meestal zit hij verstopt. Oh, ik kan er niet eens in. Het is te donker op dat gebied. Ik zou hem willen pakken, maar het kan niet. Helaas. Nou, dan gaan we door. Ik pak hier die blauwe op. Die geven lekker veel punten. En hierachter zit hierachter nog iets. Even kijken. Kunnen we daarheen? Nee. Munten pakken, jongens. Even dit zal lopen. Misschien kunnen we wel wat van bouwen. Ik denk dat er sowieso houten plankjes uitkomen als ik het zo zie. Huppakee. Oké. Ik moet mijn ring aandoen. En dan kan ik dit gaan bouwen. Mooi hoe ze dat hebben gedaan. Oké, ik heb het gebouwd. Nu kan ik mijn ring afdoen. Ik wil mijn ring weer afdoen. Waarom kan ik mijn ring niet afdoen? Zo, nu komt hij weer. Oké. Ik moet die vent hierboven krijgen, want anders kan ik niet verder hier. Oh, dat zag ik helemaal niet. Ik dacht al, je moet wel hem erop krijgen, dus er zal wel iets zijn. Huppakee, we kunnen een laddertje bouwen. En dan gaan we weer hetzelfde doen, we proberen een toren op te klimmen. Ja, zo. Oké, dit wordt klimmen geblazen voor onze Bilbo. Wow. Ik denk dat onze draak boos is. Ik heb een vermoeden hoor. Ik weet niet zeker. Ik heb gewoon een zwaar vermoeden. Oh shit. Oh! Colin, can you still make a flash flame? Aye, it'll only take a jiffy. Ja, ik pak even al de muntjes op, hè, jongens. Oké, we krijgen de kleurencombinaties. En even kijken, hoor. De middelste, deze wordt rood. Dus daar gaan we even aan hangen. Even kijken, ik heb hem niet nodig. Ik heb hem nodig. Let op. Ik snap hem al. Hij gaat eraan hangen en wij kunnen schieten. Mooi zo, let op. Deze wordt...
andere kleur. Blauw. Oké. Dan gaan we aan deze hangen. Deze krijgt ook een andere kleur. Die krijgt namelijk rood. Dus dan moeten we even een keer op schieten. En nog een keer. Nu staat hij op groen. En dan kan die naar beneden. Dan gaan we die. En die kan op blauw. Of nee, die kan op rood. Dus dan moeten we hem ook twee keer schieten. Huppakee. En dat betekent er komt wat uitgerold. Ik denk dat we dat nodig hebben. En het is een tafel die we gaan dekken. Waarom zou je in godsnaam een tafel willen dekken? We gaan het zien. Niet voor niets Harry Potter, les nummer 33. Wingardium Leviosa. Hij maakt een brouwsel. Holy shit. Wat is dit? Moet je... Waarom moet je gooien op zijn hoofd? Ik gooi hem gewoon op zijn lichaam. Ja, bam. Dikke aap. Huppakee. Wil je nog een stuk voelen? Zo, huppakee. En op zijn hoofd nog een keer. Ik vind die ook wel lekker. Huppakee. En de laatste. Hup. Ja hoor. We hebben hem weggejaagd. Maar nog lang niet verslagen heb ik het gevoel. Wow. Ja hoor, en over het lava. Met zijn zeilbootje. Of zijn surfplankje eigenlijk. Bam! Super mooi gedaan. Het gaat zometeen gebeuren, jongens. De grote finale. Kunnen wij de draak verslaan? We hebben een plannetje bedacht. Voor de mensen die de film hebben gezien. We weten het, jongens. Dat allemaal dat we het lava. Of het lava hebben gebruikt. Om het vervolgens te gaan installeren. Om het over de draak heen te gooien. Dat is eigenlijk het uiteindelijke doel wat we moeten doen. Ik hoop niet dat ik te veel heb verklapt. Ik zou niet mijn mond houden. Nog voor de mensen die niet weten hoe dit afloopt. Die kunnen gewoon dit spel even afkijken. Maar ik kan je wel verzekeren dat we bijna het laatste level is dat we gaan spelen van Lego The Hobbit. Natuurlijk niet getreurd, want we gaan gewoon lekker door met spelen. We zijn nog lang niet uitgespeeld en je zal schrikken als je ziet hoeveel procent ik nog maar pas voltooid heb. Want dan praat ik over misschien 18% of zo. Het is ongelooflijk hoe groot deze game is. Maar zo kennen wij ook de Lego games. Die zijn over het algemeen super groot in elkaar gezet. Heel veel dingen om te verzamelen. En we gaan eventjes... Wat kunnen we hier trouwens doen? Hier staat ook iets met B. Opslaan. Oh, oké. Je kunt hem opslaan. Nou, voor de zekerheid doe ik hem even opslaan. Ik sloop even alles, want ik denk dat we die 100%... Oh! We hebben een andere figuur nodig om dat te kunnen doen. Ik denk deze. En als ik het zie, dan is dat ook zo. Hoppakee, een plank. En we komen nu dicht in de buurt, hoop ik, van de munten die we moeten verzamelen. Ik heb bijna alles al heb ik... I laid low your warriors of old. I instill terror in the hearts of men. I am king. Heel vet gedaan. I am king under the mountain. Ik ben de koning onder de berg.
fantastisch. Die stem die maakt het zo verschrikkelijk angstaanjagend, vind ik zelf. Dat hebben ze echt nogmaals heel goed gedaan in de film. En om dat dan vervolgens te gebruiken in de game is natuurlijk ook altijd een aanradertje. Oké, pak even die dingen op. Je weet maar nooit waar je het voor nodig hebt. Oh ja, het gaat goed. Ik sloop even alles, want we zijn bijna bij die 100% hoop. Ik hoop dat we het nog gaan halen. We hebben een andere dwerg hiervoor nodig. Er komt al iemand aan. Is hij de goeie? Jazeker. This is not your kingdom. These are dwarf lands. Dwarf gold. We zijn bijna boven. We zijn er bijna, jongens. Oh, fuck! Fuckadoo. Komt Frodo hier vanzelf naartoe? Of moet ik weer helemaal lopen met het karakter? Ik ben bang dat ik helemaal moet lopen met het karakter. Shit. Frodo noem ik hem weer. Het is Bilbo, jongens. Onthoud dat nou eens. Ik zeg het 100 keer. Jullie onthoudt niet. Maar waar wij allemaal aan trekken aan met die dwergen, dat is dat... Ja, een heel erg groot vat. En dat zit natuurlijk de lava in. Oh, daar val ik weer vanaf. Ik moet uitkijken. Nou, ik weet niet hoe ik het hou met de munten. Ik heb mijn best gedaan. Je hebt het gezien. Ik heb heel het level lang. Heb ik... Oh. Nee. Kom op. Zo moet je hem bouwen. Goed zo. Nu kan ik omhoog. Nee, ik denk niet dat ik het ga halen met de spulletjes. Dat betekent dat ik het level nog een keer opnieuw moet spelen later een keer. Zo. En ik denk dat het nu gedaan is met de draak, jongens. Let maar eens op. Ja! Yeah! Nee, jongens. Huh? Oh. Holy crap. Dat is echt heel vet gedaan. Think Furnace with Wings. Wauw. Dat hebben ze echt gaaf gedaan, jongens. En we hebben bijna... 1 miljoen! We hebben 1 miljoen noppen! En helaas 84%. Ik heb mijn best gedaan. Maar helaas niet goed genoeg. En we hebben minikits en we niks gevonden. Helaas, ja, we hebben wel gevonden, maar we konden het niet pakken. We gaan het verhaal vervolgen en uiteindelijk kijken wat er gaat gebeuren. Oh shit. You think you could deceive me? You have come from Laketown. Perhaps it is time I paid them a visit. Oh, yay. Prachtig gedaan, jongens. What have we done? What have we done? En dit is, jongens en meisjes, het einde van The Hobbit. Film 2.
En schitterend gedaan. Ze hebben gezegd dat de DLC gratis te downloaden wordt als de film 3 uit is. Dus het duurt nog even voordat we dat kunnen spelen, aangezien de film pas in december, rond december uitkomt. We hebben elke keer 1 jaar moeten wachten. Hobbit in 2012. Nou, in december. Ben ik naar de bioscoop geweest trouwens van de première. Het was 's nachts om, ik geloof 12 uur. Want het was 12, 12, 12. Het was 12 december. Hè? En dan is het eigenlijk 12, 12 eigenlijk. En maar dan om 12 uur 's nachts. Dus dat duurde 3 uur die film. En de tweede heb ik niet in de première gezien. Maar wel toen die net uit was. Toen ben ik gelijk naartoe gegaan eigenlijk. Dus net, ik denk na de première was die, ben ik er naartoe geweest. En nou dus zaterdag, of zaterdag, jongens, ik zit met al die datum in mijn hoofd, dat komt helemaal gek. Dan dit jaar op december ga ik natuurlijk naar de Hobbit, de laatste deel, deel 3. En ik ben heel benieuwd. We hebben 23% uitgespeeld, bijna 24%. En dat is bijzonder voor zo'n Lego game. En natuurlijk gaan we even kijken wat er nu gaat gebeuren. Want we zijn eigenlijk klaar met de hoofdmissies. Maar dat betekent nog niet dat we klaar zijn met Midden-Aarde. We gaan eens kijken wat we hebben vrijgespeeld. Daar komt het uiltje. Of wat is het, een vogeltje, weet ik veel, een mus. Groot, het is een vergrote mus, denk ik. Ik weet het niet, adelaartje. Heel vet. We zitten dus buiten. En dit is het einde. Dit was het eindlevel. En we kunnen even kijken hoe die heette. Die heette. Oh, die heette Koper. Dat is een heel, heel apart level. Nee, hier komen we uit. En we zitten hier in the middle of nowhere. We kunnen het beste de adelaar gebruiken. Maar ik weet nou niet waar die adelaar zit. Ik kan even op de mapkaart kijken. Dit is een vergroting van de kaart. Ik zie hier iemand staan. Laten we daar eens even naartoe gaan. Naar Elrond. Misschien heeft die wat in petto voor ons. Ja jongens, nou. Het was een ontzettend leuk avontuur. Ik vond de missies makkelijker dan een gemiddelde Lego game. Is niet erg. Ik denk dat we haar kunnen kopen. Ja, 40.000 coins. We hebben genoeg, we hebben 1 miljoen. Dus we kunnen die 40.000 punten er ook al vanaf. Ik heb u gekocht. U bent nu van mij, mevrouw. Goed zo. Nou, we gaan even op de mapkaart kijken, want ik zie namelijk allemaal puzzeltjes en allemaal zooi. Kijk eens hoe, dit is de hele map. Het is echt ongelooflijk. Het is gewoon een open wereld game eigenlijk, om het zo te zeggen. En kunnen wij ergens naartoe teleporteren? Even kijken. Ik denk niet dat we kunnen teleporteren. Ik denk dat we eerst naar een... Oh wel, het gaat wel. Oh, kijk nou, vet gedaan. Oh, je gaat serieus? Oh, wauw. Oh, fantastisch dit. Dit heb ik serieus nog nooit gezien in een Lego-spel. Oh my god. Ben ook benieuwd of je nu ook gaat neerlanden naar... Ja hoor. Oh my god. Dit is mijn complimenten, jongens. Mijn grote complimenten. Wauw, 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 wauw. Fantastisch. We zijn in de Hobbitsteen. Dat betekent dat we even gaan kijken naar questen die we hier kunnen accepteren. Ik wil dan even naar de overkant. Ik zie daar ook een paar poppetjes die we kunnen vrijspelen. Nou, hier kunnen we ook nog niet verder. Want ik heb die ability nog niet. Ik kan misschien wel verwisselen van karakter. Ik denk het wel. Extra personage. We kunnen een personage kiezen en dan moet ik even weten... Kijk nou, je ziet zelfs de onder wat diegene kan. Nou, fantastisch. Echt een hele goede toevoeging. Ik had het nog niet eens gezien. Kan samenwerken en past in kleine Lego luiken. Kan dwergenstapels gebruiken. We hebben dus iemand nodig die zo'n haak heeft. Een Lego katapult heeft hij. Kijk hoor, wat heeft hij nog meer? Samenwerken kan hij gescheurde Lego platen vernietigen. Kan zich... vastmaken aan Lego haken. Die hebben we nodig. Kijk, en dan kunnen we deze portal gaan openen. En misschien kunnen we wel naar een nieuw gebied toe nu. Fantastisch gedaan, jongens. Wauw.
Vroeger was dat het zoeken en gokken welk karakter, ja, welke abilities kon doen. Die vind ik sowieso een heel sterk karakter. En ik heb hier een... Ik maak het even overdag, jongens. Zo. Zitten ze weer met de worstje aan de vork. Voor dit keer ga ik de video afsluiten. Kijk, volgende keer dan gaan we even een aantal questen doen in de Hobbitstee. Vergeet zeker geen groen duimpje te geven voor het spel wat ik, ja, voor eigenlijk twee derde heb uitgespeeld. En nogmaals bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doei doei!